Drum en showfanfare Advendo uit Sneek is door Armin van Buuren uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe show The Best of Armin Only op 12 en 13 mei in de Amsterdam Arena. In dit spektakel, waarin Armin van Buuren terugkijkt op zijn 20-jarige DJ-carrière, zullen vele topartiesten die de afgelopen 20 jaar met hem hebben samengewerkt, acte de présence geven. Het muziekkorps uit Sneek is door regisseur Jos Tier gevraagd voor de show. De club was bijna in shock, zou ik bijna zeggen. Nee, dit soort aanvragen komen natuurlijk niet alledaags voorbij. En toen wij inderdaad off the record benaderd waren of wij daar interesse voor hadden, ja, ging ons hart natuurlijk erg hard kloppen. Ik bedoel, wie wil nou niet optreden met waarschijnlijk Nederlands grootste DJ op dit moment? Dus ja, voor een vereniging als Advendo gingen alle alarmbellen af in positieve zin. Ja. Toptreden gaat plaatsvinden in Amsterdam Arena. Volgens mij voor jullie niet onbekend terrein, maar optreden met een DJ, dat vecht wel wat voor een showband volgens mij. Ja, het is totaal wat anders dan we normaal natuurlijk doen. Al moet ik er wel bij zeggen dat wij als Advendo eigenlijk altijd wel in zijn voor wat anders. En we doen ook wel eens andere dingen dan normaal. Dus wat dat betreft schrikken we niet van zulke uitdagingen. Maar ja, zo'n megaproject als met Armin van Buuren, dat hebben wij ook nog niet eerder gedaan. En zonder veel te verklappen, het wordt heel spectaculair wat we moeten doen. For 20 years I've been touring the world. And that calls for a special moment. Now, after 20 years, it's time to bring the show home. I want to celebrate my anniversary with the biggest show I've ever done in one of the most prestigious venues of the Netherlands, the Amsterdam Arena. Be prepared for the most exciting and most monumental Armin show to date. A one-time only event that will stay in your hearts forever. The show will take you back to the very beginning of Armin Only, but also show you what the future has in store. And be assured, I won't be alone. I will bring back those fellow artists and performers that have helped me to take my shows to another level, time after time. Jullie zijn benaderd door Josti, de regisseur, want die heeft veel met Armin van Buuren te maken. Die zal dus ook iets te maken hebben met wat jullie straks gaan doen. Ja, dat klopt. Josti kent ons uit het verleden. We hebben intensief met hem samengewerkt tijdens de productie van Abe in 1995. Daar heeft hij direct met ons samengewerkt. En een van zijn collega's ook, die heeft ons met ons samengewerkt tijdens de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam onlangs. Ja, en daar was de samenwerking zo prettig dat zij voor dat project waar ze iets wilden doen met een muziekkorps aan ons dachten. En hoe gaat het eruit zien? Verzorgen jullie gewoon een optreden tijdens de DJ-sets door of wordt het echt een crossover? Ja, ik wil daar niet te veel over zeggen als je niet erg vindt. We zitten op een aantal trajecten in de show en meer ga ik daar niet over zeggen. Dus dan zou ik zeggen, koop een kaartje en kom kijken. Ik ga toch nog een keer proberen. Liquido van Narcotic, dat is een bekend nummer wat jullie gebruiken in de show waar het hele korf staat te springen. Zou dat nog een mooi onderdeel zijn voor de show? Wij sluiten niks uit. Zoals je weet, dat zie je ook veel online, wordt het enorm gewaardeerd wat we doen op dat terrein. Ik ga uiteraard niet een uitspraak doen of wij dat op enig moment nog eens een keer gaan doen. Het zij tijdens het WMC of tijdens de show of met Armin van Buuren. Maar dat we het nog een keer gaan doen ergens, dat staat vast. In mei gaat het gebeuren. Houd in dat jullie nog flink moeten oefenen natuurlijk daarvoor. Maar er komt ook nog een ander groot evenement aan, het Wereldmuziekconcours. Ja, absoluut. Goed, die voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. En ik zal niet onder stoel of banken steken dat dit nog even een extra uitdaging is erbij. Hoewel ons instructieteam nu al op de achtergrond al druk bezig is met de voorbereidingen voor de show van Armin. Dat betekent eigenlijk het schrijven van een aantal arrangementen. En dat past voor de rest wel in onze voorbereiding. En wat dat betreft loopt de voorbereiding voor het WMC totaal geen gevaar op dit moment. Jullie staan er straks waarschijnlijk voor een paar duizend mensen. Dat moet een geweldige optreden worden volgens mij. Ja, nou nog wat al gezegd. Het optreden met zo'n beroemdheid is al heel bijzonder. En met duizenden mensen in een uitverkochte Amsterdam Arena. En dan ook nog al die miljoenen mensen die waarschijnlijk via Facebook en andere manieren naar die show gaan kijken. Ja, dit is voor ons natuurlijk het. Dit is zoals een van onze collega's ook al zei, een once in a lifetime event voor ons. En we gaan er vooral van genieten. There's no place in this entire universe I'd rather be with than with you, right here in the Amsterdam Arena.